om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het is een hele vette studio, maar niet die van mij. Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren en welkom in de studio van Olaf Robbesen. Olaf is een gaffer, daar heb ik vaak genoeg mee samengewerkt. En een gaffer is iemand die je inhuurt op het moment dat je een foto of een videoshoot doet. En je wilt iemand anders volledig dat licht laten verzorgen. Dan huur je zo'n iemand als Olaf in. Hij heeft nu ook sinds kort zijn eigen studio. Dus het bovengedeelte, keukentje, omkleedgedeelte, visagiegedeelte. Daar komen we zo meteen allemaal wel op. Maar ik wil gewoon heel graag een keertje bij hem kijken wat hij al heeft gedaan. En ook te kijken of hij ons een paar tips kan geven met betrekking tot licht. Je eigen studio. Ja, waarom? Dat wil ik inderdaad wel weten, ja. In productiewereld vind ik het gewoon fijn om gewoon te kunnen werken in een huiselijke omgeving. Thuiskomen, lange uren, lange dagen. Het is gewoon lekker als je gewoon ontspannen, je op je gemak, op je plek kan voelen waar eigenlijk alles gewoon voor je geregeld is. Dus dat betekent voor de fysici een verstelbare tafel naar de juiste hoogte, dat je aan het einde van de dag lekker kan gaan staan. Eén grote lunchtafel waar iedereen met het hele team zeg maar gewoon één onderdeel is. Iedereen is gelijk. Goede keuken waar je gewoon heerlijke verse warme lunch uit kunt halen. Nou, zo zijn er nog veel meer dingen waarvan ik zeg, joh, dat maakt het voor mij net even af. En als we dan de studio beneden eens even naar binnen gaan, dan zie je het. Hele fijne, vette ruimte. Gigantisch veel gordijnen langs de zijkant. Dat is niet voor de sier. Aan de ene kant wel natuurlijk, maar veel belangrijker. Dat is mega dik stof. En dat helpt eigenlijk om de geluidskwaliteit veel meer te verbeteren. Ook aan plafonds die allemaal op panelen zitten. Die zorgen er juist voor dat je hier dus niet alleen een hele fijne fotoshoot kan doen, maar ook video. Dus niet alleen dit soort dingen, maar ook veel grotere producties. Dan, ja, hoor je het al, zit echt geen echo of galm in, waar je bij andere studio's dat wel heel erg hebt. Kan dus nu vooral op twee manieren deze studio gebruiken. Als je deze gordijn nog eens een keer helemaal weghaalt, zit er een mooie witte limbo-muur in. Ja, weet je, ik heb al eerder met Olaf gewerkt. Het is echt een hele technische jongen die heel goed weet wat hij wilt. Ik kan ook wel zien dat hier heel veel energie en tijd in is gaan zitten. En ja, dat betaalt zich terug. En we willen jullie ook even in deze video verschillende lichtsituaties laten zien. En of dat nou met één lamp of met meerdere is, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er gewoon om hoe je met weinig middelen juist al een hele andere setting kan bouwen. En of dat nou voor foto of video is, dat maakt natuurlijk niet uit. Dit is dus de eerste setting. Olaf heeft die Aperture 300D opgezet. En we doen dus nu even met een filmlamp, daglicht. Maar ja, goed, het kan net zo goed ook met een flitslamp zijn. Lot zit even model in de regisseurstoel. Lot de camera hier zo de EOS R5 met 85 mm opgehangen. En Olaf, vertel even, wat voor setting hebben we nu? Dit is eigenlijk heel basic. Softboxje op een hardere lichtbron. Wordt mooi zacht en diffuus. We hebben op 45 graden staan en 45 graden naar beneden. Daardoor krijg je een mooi gecentreerde lichtbundel zeg maar, op je onderwerp. En wat afvallicht wat mooi afvlakt naar de ondergrond. Voordat jullie in de comments helemaal losgaan, ja, lekker makkelijk praten. Maar er staat toch een tweede en zelfs nog een derde lamp in de achtergrond. Deze zijn alleen als prop. En kijk, dit is een hele mooie truc. Gewoon een lampje in een oude lamp leggen. Zodat we een klein beetje meer een setting hebben en dat we een achtergrondje hebben. In plaats van dat we natuurlijk gewoon een zwart doek hebben. Dat maakt het net even wat interessanter voor de foto. Tweede setting, en mocht je nou afvragen waarom die foto's bij de eerste setting zo donker waren, is, we hebben nu zeg maar gewoon even normale dagverlichting hierboven even aanstaan, zodat we ook wat daadwerkelijk kunnen zien tijdens het filmen. Maar die doen we natuurlijk uit op het moment dat we gaan fotograferen. En dan zag je al dat het contrast heel erg hoog lag bij die eerste foto. Nu heeft Olaf dus, ja, je noemt dit een butterfly, ernaast gezet. Maar eigenlijk gewoon nog steeds dezelfde lamp. En daar zit dus een softbox op. Daar heeft hij dus een butterfly tussen gezet. En je zag al dat het daardoor veel zachter werd. Het mooie is, ik word ook gelijk gecorrigeerd. Het is officieel geen butterfly. Officieel heet dit dan een T-bar, want het is dan een T, zeg maar. We hebben hier geen wind in de studio, dus ik hoef niet het hele frame te gebruiken. Wat we eigenlijk hebben gedaan is, je hebt het diffuus van de softbox en een extra laag diffuus wat we hebben toegevoegd. Daarmee wordt het licht zachter, omdat ook het oppervlakte nog heel stuk groter wordt. En om even te illustreren hoe het dan is
met en zonder. Dit is dus zonder. En dan zie je hoe het is. En dan gaat hij omhoog. En dan zie je in één keer dat het licht qua karakter heel stuk zachter wordt. Het nadeel alleen van deze opstelling is dat er zit weer iets tussen de lichtbron en je onderwerp. En daardoor heb je dus in één keer twee keer zoveel vermogen nodig. Nou hoorde ik jou ook een mooi voorbeeld geven, want dit zijn natuurlijk hele mooie spullen. Mensen kunnen dit thuis zelf ook vrij makkelijk. Ja, neem een heel mooi stukje katoen, een douchegordijn. Het belangrijkste is dat het effen is, dus geen patroontje wat een kleurtje bevat. Want dat ga je terugzien in je onderwerp. En iets van katoen is vaak iets warmer, maar dat werkt heel mooi op een huid. Dan zei ik aan het begin van de video dat die lamp erachterin juist als prop was. Maar nu kregen we het idee, of tenminste Olaf, om er nog een lampje bij te betrekken. Gaat wel heel erg hoog de lucht in. Want, wat gaan we hiermee doen? Eigenlijk creëren we het licht wat normaal uit die grote harde spot komt. Hard qua karakter. Doen we nu nabootsen met een iets wat vriendelijker lichtje. En zit dan een gridje om het licht een beetje te kunnen controleren. En voor de vierde en laatste setting hebben we deze enorme octabox erbij betrokken. En we gaan even een totaal andere setting neerzetten dan wat we hiervoor hebben gedaan. Dat waren eigenlijk elke keer verbeteringen. We begonnen heel rustig met een enkele softbox en daar gingen we steeds iets aan toevoegen. En nu gaan we gewoon nog even iets compleet anders doen. Naast dat we deze mega octabox hebben, gaan we er nog een tweede lampje bij zetten. En dan zie je hier zo dat je denkt, wat is dat nou? Nou, dat hangt ook in de kroeg in Amsterdam. En Olaf heeft hem nu ook expres gericht op de lens gezet. Waarom eigenlijk? Nou, wat we eigenlijk doen is de lensfouten van de lens een beetje opzoeken. En dan krijg je een beetje het oude karakter, het flair, het contrast wordt net iets wat, ja, wat romiger. En daarmee bootsen we eigenlijk een beetje het licht na van die oude lamp daarachter. Zoals je een beetje denkt hoe dat er vroeger in films uitzag. Dat proberen we dus nu met zo'n lampje terug te schijnen in je lens. En dan krijg je lekker een warme gloed. Hoeft natuurlijk niet speciaal zo'n lampje te zijn. Je kan bijvoorbeeld ook je iPhone of een zaklampje gebruiken om even in de lens te schijnen. En dan krijg je vaak al een hele mooie flare. Dat was het weer voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. Ram nog even op die abonneerknop. Mocht je nou heel erg interessant vinden wat ik hier met Olaf heb gedaan, laat het dan vooral ook even weten in de reacties. Want we zitten er heel erg aan te denken om juist meer van dit soort video's te maken. Om jullie nog meer tips te bieden op het gebied van licht. Of dat nou buiten is of binnen, met daglicht of kunstlicht. Laat het gewoon even weten in de reacties. En dan gaan we daar gewoon lekker mee aan de gang. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!